Jonas was een mooi jongen, het ging hem voor de wind. Hij had altijd een streepje voor, dat was al zoals kind. Als baby had zijn pot al was en zeker moet gepast. De verpakking van die luiers, waar je droom blijft als je past. Als je als kleutertje iets deed, schoonend en verbond, mocht hij als troost heel de namiddag bij juf Annie op de schoot. Bij juf Annie op de schoot, bij juf Annie op de schoot. Ook in zijn vier jaren bleef hij van alle lastjes vaak. Hier waar dat met het groeien en het vegen van het paard. Meisjes spelen vol de boos, zien aan zijn voeten neer. Zijn engelen gelaten toch nooit een puist op scheen. Als man kreeg hij het lichaam van een jonge Griekse god. Solliciteren voor baan ging dan ook bijzonder vlot. Hij werd al deden door collega's, geen mens die hem niet mocht. Bij enthousiasme met zijn roos. Wat nog wat? Roze boksel wat? Roze boksel wat? Op een mooie letterdag werd hij gepromoveerd. Het is te zeggen van verdiende tot chef gebombardeerd. Van u houdt dat doet.
omwille van Terlijke schijn. Voilà.